De laatste wedstrijd van de Ajax-vrouwen in de play-offs tegen de PSV. Volgende week ook de tegenstander in de bekerfinale. Ajax vorige week kampioen geworden in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Goede gelegenheid om ruimte te geven voor talenten en voor speelsters die afscheid gaan nemen. Hoekschop voor Ajax. Hoog voor. En dan de counter van PSV. Veel ruimte. Vanity Liverisa. Volgend jaar in de kleuren van Ajax. Geeft een goede paas op Kirsten Koopmans. Die gaat schieten. En Sarrazola laat zich verrassen. Een bittere pil voor de Spaanse doelvrouw. Die ook afscheid neemt aan het eind van dit seizoen. Een houdbare bal. En PSV leidt in de vierde minuut met 0-1. Dan de hoekschop van Ana Romero, de andere Spaanse speelster die afscheid neemt. Indraaiende bal. Komt de bal bij Siska Volksma uit de draai. En is dit hands of niet van Sarah Huzel? Dat is de vraag. Goede techniek. Maar geen penalty. En dan Tony Payne. Geen aansluiting. Dan besluit ze maar zelf te schieten. En scoort. 1-1 door de Amerikaanse. Een strak schot. Tony Payne kijkt. Schiet. Bal gaat door de benen met effect. En Angela Christ, de doelvrouw van PSV, kansloos. Dan Lucienne Rijgaard met de paas op Soraya Verhoeven. Verhoeven weg op rechts. Tony Payne loopt mee. Voorzet op Payne, maar die is net te snel voor deze voorzet. Achter haar langs. Goede aanval van Ajax. En daar op de tribune Stephanie van der Gracht en Inesse Kaagman worden gespaard voor de bekerfinale van volgende week. Zaterdagavond tegen PSV in Spakenburg. En dan deze paas van Davina Viltjens op Tony Payne. Legt de bal terug op Verhoeven en die scoort. Soraya Verhoeven. En dan gaat ze naar de zijlijn. Naar de bank. Om het doelpunt te vieren met Eva Blevanes, de fysio. Die haar bijstond tijdens een hele lange revalidatie vorig seizoen. Prima doelpunt van Soraya Verhoeven. Dan een uitstekende actie van Vanity Leverisa. Volgend jaar in het shirt van Ajax. Nu nog PSV. Leverisa schiet en Sarrazola op de goede plek. Vanity Leverisa, altijd gevaarlijk. Merel van Dongen komt erin voor Davina Viltjens. De Belgische die Ajax verlaat voor Fiorentina. Ook Van Dongen is bezig aan haar laatste wedstrijden voor Ajax. Dan Lindsay Keizerweert. Op Verhoeven. Goede techniek, maar Angela Christ op tijd uit haar doel. En weer Lindsay Keizerweert. Op Soraya Verhoeven. Zeer actief. Gaat ze buitenom of binnendoor. Verhoeven met een verraderlijk schot. Veel effect en een uitstekende redding van Angela Christ. Goede actie van Soraya Verhoeven. Dan Vanity Leverisa. Met de 1-2. En Kelly de Sanders, een van de talenten bij de Ajax-vrouwen, geeft haar een hoekschop weg. Dan zijn we een kwartier voor tijd. Strakke bal op het hoofd van Akkerman. En die scoort de gelijkmaker. Lucy Akkerman. 2-2. Een wedstrijd voor de statistiek. En een wedstrijd om afscheid te nemen. Van veel speelsters die belangrijk waren voor Ajax in de afgelopen twee seizoenen. En dat geldt vooral voor Eli Sarrazola, de Spaanse doelvrouw. Een zeer stabiele factor, zeer belangrijk bij het behalen van de allereerste landstitel. En ook dit seizoen. En zij wordt terecht in het zonnetje gezet. Door het publiek en de technische staf. En dan is het voorbij. De play-offs zijn ten einde. Ajax landskampioen. Komende zaterdag in Spakenburg de bekerfinale tegen opnieuw PSV. En dan hopen de Ajax-vrouwen opnieuw feest te kunnen vieren.